Hallo en welkom bij de wedstrijd van vandaag. Ik ben Evert de Napel en naast mij zit Hermulder. Ja, dat klopt Evert. Wij gaan voor u, mensen thuis, de wedstrijd verslaan. Een boeiende krachtmeting vandaag. Polen tegen Wales. Dit zijn de 11 namen die de trainer van Polen heeft opgesteld. Als we kijken naar de formatie, dan zien we dat er is gekozen voor 4-5-1. Dat ziet er toch wel heel erg verdedigend uit. Ja, maar kijk, het zit er maar net in hoe die buitenste middenvelders het invullen. Gaan die heel erg mee verdedigen of richt die zich meer op de aanval? Nou ja, dat is even afwachten. En hier zien we de beginopstelling van de bezoekers. 4 middenvelders en 3 aanvallers. Dat ziet er aanvallend uit, Joeri. Ja, mooi hè. En maar 3 verdedigers. Ja, die zullen geconcentreerd moeten spelen. En maar ja, ze zouden wel eens in ondertal kunnen komen. Er is afgetrapt. Laten we hopen op een leuke pot. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Karol Linetti. Beresinski. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Er is iemand mee, dus hij heeft de mogelijkheid om de bal af te spelen. Daar lijkt het gevaar te worden bezworen, maar de tegenstander wordt direct onder druk gezet. Daar zit de tegenstander tussen. De keeper stormde op hem af en de redding was oké. Het is altijd een gok natuurlijk om eruit te komen, maar hij had de bal wel. Mogelijk een goede kans hier. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Gerrit Beel. De scheidsrechter constateert buitenspel. Blasikowski. Hij weet die paas te onderscheppen. De bezoekers hebben de laatste tijd verdedigend erg lastig. Hun defensie is op dit moment de zwakste in de competitie. Nou, die verdediging is niet echt best, Evert. Ja, Ramsey. Ai, hij geeft zelf al aan dat het schot niet erg geslaagd was. Beresinski. Marzinski. De Polen gaan richting het andere doel. Joe Ledley. Allen. Gerrit Beel. Sam Fuchs.
Dat is zijn beste kans hoor, veel scheelt het niet. Hij wordt net genoeg gehinderd door die verdediger, waardoor hij de bal niet genoeg richting mee kan geven. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Karol Linetti. Polen mag van de scheidsrechter verder met de bal. Blasikowski. Wat een actie. Wordt dit wat? Te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Dit was een pittige overtreding en de scheids besluit dan ook geel te geven. Duurde wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. Joe Ledley. Speelt de bal weer terug. Allen. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ramsey. Voordeel voor de Polen. De scheidsrechter wacht met fluiten. Nog steeds aan het dribbelen. Taylor. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Die paas komt niet aan. Ramsey. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Marzinski. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. Oh! Hij schiet de bal op de lat. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Jakub Blasikowski. Blasikowski! Ingreep door de keeper. Voor de Polen kan de aanval verder via deze hoekschop. Toch nog een gele kaart. Het duurde even, maar hij vond het blijkbaar toch een zware overtreding. Hij kiest ervoor om de bal voor het diep. Paal heeft het zwaar te duren, zeg. Alle hens aan dek in de achterhoede, waar ze de grootste moeite hebben om de bal weg te trappen. Ramsey. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Taylor. Die paas wordt doorzien. Allen. Karol Linetti. Slavomir Pesco. Gunter. Gerrit Beel. Polen komt weer aan de bal. Paas vindt zijn man. Gerrit Beel. Gunter. En hij is de bal kwijt. Ramsey. Doelpunt. Daar is de voorsprong. Kijk eens wat een blijdschap. Logisch, ze liggen op koers voor een overwinning, maar de tegenstander zal zich niet zomaar gewonnen geven. Daar was de keeper er dichtbij. De bal wordt zelfs nog aangeraakt, maar verdwijnt toch in het doel. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Karol Linetti. Polen is weer bezig met een aanval. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke positie. Hier moeten ze iets mee doen.
Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Berezinski. Een lage voorzet. Die tackle was zijn laatste redmiddel. Ramsey. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Carol Linetti. Ik ben benieuwd of hij hier een kaart voor trekt. De scheidsrechter trekt een gele kaart. Loeihard, een gevaarlijke situatie. Doelpunt! De wedstrijd is weer in evenwicht. Het zou me niet verbazen als ze er nu overheen gaan. En het evenwicht is weer hersteld. De goal vanuit een andere hoek. Allen. Gerrit Bale. De eerste helft zit erop en de stand is 1-1. Ze zijn al een tijdje op zoek naar de gelijkmaker en eindelijk worden hun inspanningen beloond. Ja, kijk die trainers, die is helemaal gek aan het worden. En ook de supporters gillen hun longen uit hun lijf. Als ze dit in de tweede helft volhouden, zouden ze het nog kunnen winnen ook. De tweede helft van deze wedstrijd is begonnen. Pol heeft afgetrapt. De Polen gaan richting het andere doel. Bal in het strafschopgebied. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de acht. Dat ziet er goed uit. Ramsey. Gerrit Bale. Nog steeds balbezit op de helft van de tegenstander. Sam Fox. Daar is de voorsprong en kijk eens wat een ontlading. Begrijpelijk, maar ze zijn er nog niet hoor. Ze moeten dit nog wel even over de streep trekken. De keeper toucheert die bal nog, maar weet het doelpunt niet te voorkomen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. De Polen staan achter. Igor Levchuk. Perfect over de flank gepaast. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. De scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. Ik ben benieuwd of er zo een kaart tevoorschijn komt. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij probeert de tegenstander van de bal te glijden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Daar hoefde hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Carol Linetti. Lewandowski heeft alle tijd van de wereld om te schieten. We krijgen een corner en dat biedt mogelijkheden om de achterstand ongedaan te maken. De bal wordt in de 16 gebracht. Alle hens aan dek in de achter. De scheidsrechter kent een vrije trap toe.
De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Hij weet die paas te onderscheppen. Lewandowski dribbelt richting het doel. Lewandowski! Ja! Pas een paar minuten in het veld en dan score. Ja, daar droom je als invaller van. Gauw wissel hoor van de trainer. Keeper zit er goed bij en raakt die bal ook nog aan. Maar het is net niet genoeg. Dat zal die balen. Laten we die goal nog maar eens bekijken. En het is wederom gelijk. Wat een wedstrijd. Williams. Allen. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Oh, overtreding. En hij had al geel. Ja, en daar komt de tweede gele kaart. En dus vertrekken. Niet zo slim, hè? Die slijding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. Marzinski. Polen is weer bezig met een aanval. Weer de bal en terug. Joe Ledley. Robert Lewandowski. Lewandowski. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Joe Ledley. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Oh, dit kan een kans worden. Overtreding en hij heeft al geel. Nog een kaart en hij kan vertrekken. Het is aan de scheidsrechter. De scheidsrechter trekt rood. Wat een stomme overtreding. Tja, zeker op die plek, hè? Maar je kunt de wedstrijd hier verliezen. Hij maakt een overtreding met die slijding. De scheidsrechter heeft het gezien. De scheidsrechter had geen keuze hier. Vrij, uitstekende vrije trap, maar de keeper is alert en rit. Sam Vokes. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De bal wordt naar voren gewerkt. Hij krijgt hem op de slot. Corner. En dan kan het spoken voor het doel hoor. En we hebben een wissel aan de kant van de Polen. Ze kiezen voor de lange. James Chester. Een prima redding hoor van Chesney. Mooi voetbal waarbij de doelman ervoor zorgt dat de wedstrijd nog in evenwicht is. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Net over. Boom, dat scheelde heel weinig. Geen slechte kopbal. Nee, dat klopt even. Je moet natuurlijk snel reageren. Ja, dan moet je ook hopen dat je die bal ook wel net genoeg kunt plaatsen met het hoofd. Williams. Nog 20 minuten. Williams. En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. De keeper, doelpoging. Daar stond de verdediger tussen. De verdediger raakt de bal nog aan, dus corner. Hij wordt onder luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg dat wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zal me niet verbazen als hij straks de wedstrijdbal mee naar huis neemt. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Hij doet het. En dat schot bereikt het doel niet. De bal wordt tegengehouden. Marzinski. De bal is over de lijn gegaan en neerworp is voor de Polen. Mislukte inworp, wegbalbezit.
Ik zal maar uithalen. Doelpunt. Daar is de voorsprong. Kijk eens wat een blijdschap. Logisch, ze liggen op koers voor een overwinning. Maar de tegenstander zal zich niet zomaar gewonnen geven. De keeper zit nog aan die bal, maar weet het doelpunt niet te voorkomen. Tja, die zal er de P in hebben. Polen staat nu op een voorsprong. Die paas gaat richting de vleugel. Sam Vokes. Joe Ledley. Robert Lewandowski. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Gaat dit hem worden? De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Voordeel voor de Polen. Lewandowski kan scoren. De doelman redt de aanval op door. Robert Lewandowski. De aanval strandt en we krijgen een doeltrap. De scheidsrechter fluit alsnog voor die overtreding en dan geeft hij nog geel ook. Ik dacht dat hij door liet spelen. Die sliding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. Hij loopt met tegenzin naar de kant. En moet je die toeschouwers toch eens horen. Ja, de supporters juichen hem uit volle borst toe. En terecht. Als iemand het verdient om man van de wedstrijd te worden, is hij het wel. Daar zit de tegenstander tussen. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Van die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. Gunter. Goed gedaan hoor. Je moet ze nu ook niet laten scoren. We hebben nog een krappe 4 minuten aan reguliere speeltijd. Gerrit Bale. Heerlijk paasje van Bale. De bal gaat achter. De doelman legt hem klaar voor een doeltrap. De spanning is om te snijden, Jury. Dit kan een zeer belangrijk moment voor de thuisploeg zijn. Ja, inderdaad, Evert. Ze hebben de kans om de wedstrijd te keren. De tegenstander kan de bal onderscheppen. We krijgen maar liefst 4 minuten blessuretijd. De fans laten hun ongenoegen blijken, Evert. Ze willen dat de scheidsrechter affluit, want dan zijn er 3 punten binnen. Bale komt helemaal terug om de bal op te eisen. James Chester. Williams. Dit kan dé kans worden om nog op gelijke hoogte te komen. Slavomir Pesko. Gregor Krychowiak. De scheidsrechter fluit de wedstrijd af. Als je niet oppast, loop je snel achter de feiten aan als je met minder spelers op het veld staat. Dat klopt, Evert, en het vergt enorm veel loopvermogen van de spelers. Geen punten voor de bezoekers, al is dat niet zo verrassend. Evert, dit klinkt misschien als een overslaande plaat, maar hun verdediging is bespottelijk. Hoeveel doelpunten ze dit seizoen wel niet weggeven?